Het is een rustige avond en Tristan is nutteloze teringzooi aan het doen op zijn telefoon. Hallo? Kerstman? Hey, met de Kerstman. Luister, Rudolf heeft zijn been gebroken. Zijn derde. Alweer. Mevrouw is zwanger en ik heb chlamydia. Het gaat me echt niet lukken om het te redden dit jaar. Ik ben bang dat ik kerstmis. Oké, ja. Oh, Tristan, jij moet het dit jaar van me overnemen. Jij bent mijn laatste hoop. Kerst redden? Ja, als het moet. Natuurlijk. Doe het. Ik heb chlamydia. Hallo? Hey Tristan, gap, zullen we even Roblox spelen? Even oefenen. Tycho, ik heb er geen tijd voor. Ik moet... Kerst redden. Kerstmis redden? Dat zal nog een hele klus worden. Maar hopen dat dit goed gaat. Don Simper on Yom Kippur, the guest props like sweatshops with third world dead stops. Had my ups and downs, from cups and crowns to humble pie, crumble, cry and mumble. Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. We zijn hier met de boys van de Vic Royce. Het is mijn doel om kerst te redden vandaag, want de kerstman... Zou ik misschien een kleine donatie... Oké, we hebben hier dolle... We zijn nu op zoek naar de solo, dat is een winkel. Ja, dat is een winkel. De opdracht. Als jullie wat vinden, tell me, ik kom eraan. Oké, ik ben er zo snel mogelijk. Ik heb dit van de kijkers dan dobbelstenen. Dobbelstenen. Hebben we dobbelstenen nodig? Denk het niet. Oké, laten we fucking dobbelstenen meenemen. Yo. Oh, fuck. Oh. Ah. Auw. Jongens, auw, we hebben geen geluid nodig, jongens. Dit is... Oh, auw. Ah. Jongens, leg terug. Wat zijn dat? Wat moet je daarmee? Oké, dat geld hebben we ook nodig. Let op. Geld lenen kost geld. Oké, die waslijnen hebben we nodig. Lekker briesje. Eén bekertje, 35 cent. Oké, doe hem er maar in. Confetti. Ja, 60 cent. Ook een ooglapje. Voor 69 cent. Ja, dat is het seksgetal, we doen het. No one cared about me, feel like fucking mad. Ballongewicht. Gast, ballongewicht, dat is het enige wat ik wil met kerst. Hell yeah bro, ballongewicht. Bellenblaas, oh mijn god. Gooi erin. Een ei. Stuit er ei. Van, hè? Ja, doe maar. Hop. Oh nee. Wacht, jij moet er ook één pakken, we moeten dat geluid met z'n allen maken. Oké, 3, 2, 1. Dit is zo luid! Tennisbal of de kattenspeeltjes? Kattenspeeltjes. Wat's up, miner? Ik probeer deels aan te stoppen. Wat's up, dude? My very next day, gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Ik ga het legit niet redden hiermee. Lorenzo. Wat? Heb jij nog misschien een bijdrage voor de kerstman of zo? Ik heb nog. Ja, Loesoe Dollo, je weet zelf, Niffo. Kunnen jullie zeg maar wat bijdoeken of zo? Ik pak de kerstmuts. Oké, goed zo, fijne kerst. Wacht, nooit. Een wc ontstoppen voor 2 euro, nooit. Ga ik het doen? Ja, doe, sowieso doe. Hallo, dit is de buit die we hebben. Oké. Ja. Jullie gaan het allemaal mensen daar blij mee maken? Ja. Blij weet ik niet zeker. Nou, het veel plezier ervan. Dank u wel. Ik vind het wel vreselijk van je dat je haar niet gewoon een fijne kerst hebt gewenst. We gaan terug. We zijn nog iets vergeten. Ja. Alvast een fijne kerst. Jullie ook. Ja. Dank u wel. Zo gezegd, zo gedaan. Onze helden gaan op avontuur om de kerstvisa te redden. Goedemiddag. Willen jullie misschien een gratis kerstcadeautje? Gratis kerstcadeautje. Ja? Alles wat gratis is. Een masker. Nou, dat staat toch ja, hè? Perfect. Fantastisch, hè? Zie je geen verschil, hè? Nee. Oké, nou dan... Die heeft al gehad. Oh nee, we gaan zo naar binnen. Die gaat nog naar binnen. Heb je heel vast van. Ik wil brengen even een mandje terug. Oh ja, daar moet je mee ronddraaien, ja. Zeg maar. Oeh, moet je alleen nog even laten. Zet dat masker eens op dan, Julian. Oh. Mama, kan ik me vermommen? Ja, daar hou je van. Thirstiest time of the year.
goedemiddag. Willen jullie misschien een gratis kerstcadeau pakken? Ja. Is de hond aaibaar? Nou, jij kan hem denk ik wel aaien. Hey, hallo. He? Zit er nog wat voor de hond ook in? Dat zijn kattenspeeltjes, mevrouw, maar dat kan wel. Geen dank, fijne dag. Hallo, goedemiddag. Willen jullie misschien een gratis kerstcadeau? Wat gaan we pakken? Wat is dit? Dat is een wc-ontstopper. Een wc? Een muts. Hallo, ja, goedemiddag. We proberen gratis kerstcadeaus weg te geven. Willen jullie misschien wat? Jongen. Dat is een microfoon. Hey, dank. Heb jij nog wat? Goedemiddag. Dit is wel leuk, hoor. Ik zie je er netjes uit. Dank u wel. Wasknijpers, altijd handig. Ja, die kan ik gebruiken, ja. Fijn, dankjewel. Ja. Waarom is het een Sinterklaas zak terwijl het kerstmis is? Dat is een enorm goede vraag. Ik heb daar geen antwoord op. Maar je mag wel wat pakken uit de zak als je wilt. Oh, leuk. Wat is dit? Okay, dat is een wc-ontstopper. Ik wil deze. Hey, die pak ik al. Papa! Deze. Dit, ja? Oké. Okay. Hallo. Hoi. Willen jullie misschien iets voor de kerst? Ja. Ja, jij? Die. Ah, oké. Okay. Fijne kerst. Er zitten ook volwassen dingen bij, zoals een kleding, haar, een boek. Oh, nou kijk. Nooit zo is leuk. De, is het een leuk boek? Ja, ik weet het niet. Ja. Wilt een van jullie misschien iets pakken uit de zak? Gratis kerstcadeautje. Gratis kerst... dingen, met dingen en zo. Geld, dat is echt geld. Nee, nee. Yay! Yay, tik hem aan. Wow. Ja, dat zijn echt een dikke barkies, dikke stacks. Even serieus, is dit echt? Ja, dat is echt. Hey, bass in the trunk, yeah. Shorty wanna fuck, but I'm busy getting bucks. You know my fucking name. Wat ben je staan? Доставай. Ja, is goed. High five. Een bekertje. Ook wat graaien. En wat was dat? Thermometer. Waarom niet? Nou, fijne kerst. Au, super, au, stop. We zijn hier binnen, hebben we een hele hoop shit gegeven. Mensen waren heel blij ermee, hoop ik. We gaan nu naar buiten, kerstwandeling doen, cadeaus weggeven. Ik zie jullie bij de kerstwandeling. Haha, kom mee. Ik schrok van het geluid. Oké, nou, kerstwandeling is ergens daar of zo. Laten we gaan. Willen jullie misschien zetten zak? Het is gratis kerstcadeaus weggeven, zeg maar. Wij willen iets uit de zak. Dat is een beetje onoverzichtelijk. Je moet niet kraaien. Het mag wel, hoor. Dit vind ik wel heel leuk. Papa! Goed, yes? Dank je. Geen probleem. Ik heb niks. Oh. Hier. Pak maar wat. Nee. Oh, lekker een boom. Oh, dat is gezellig. Sinterklaas verandering bezig. Ja, maar kijk, we proberen zeg maar. We konden letterlijk geen kerstjuttenzak vinden. Wilt u misschien iets pakken? Is gratis, hè? Nou, ben je gek? Dit is toch voor kinderen? Nee. Geef maar lekker aan kinderen. We hebben volwassenen mee. We zitten stof en blik, kleding aan. Stof en blik is echt geweldig. Ja, wilt u stof en blik? Maar waarom doen jullie dit? Ja, omdat het kerst is. Geef je elkaar. Nee, zeker. Ik vind het wel een heel leuk initiatief. Ja, maar we willen mensen dingen geven. Dat is wel heel leuk. Ja? Maar ik heb alles al. Oeh, dat lijkt helemaal niet zo goed te gaan. Plan B dan maar. Yo, gast, wat als ik gewoon op iemand afga? Oké, we moeten over deze brug, want het is hier mokergevaarlijk. En we moeten even naar de overkant toe lopen, want volgens mij zijn hier een paar mensen. Ik zie daar al een paar mensen. Wat nou als we die cadeaus gaan geven? Dat lijkt me wel een goed plan. Ah, fuck. Ah, kut. Die man daar zit te wachten op die mensen op het vlot. Die mensen op het vlot zitten op het water, die kunnen nergens heen. Gast, zal ik daar gewoon op afrennen? Oh, kerst. Het is kerst. Kom je mij wat brengen? Het is kerst, meneer. Kom je mij wat brengen? Zeker. We proberen zeg maar zoveel mogelijk kerstcadeaus te geven aan mensen. Oh, jee. Zou je misschien iets willen pakken gratis uit de kerstzak? Ik ga niet kijken, ja? Oké, is goed. Nee, je zou niet kijken. Nee. Oké. Oh. Wat is dit? Stoffer en blik? Ik denk het. Alleen de stoffer. Want we moeten zeg maar echt heel veel... Hallo, het is kerst en we willen zeg maar gratis spullen weggeven voor kerst. Dat is echt een leuk idee. Alleen, we hebben geen blik bij de stoffer. Nee, we hebben geen stoffer bij de stoffer. Wat is dit? Dat is een luchtverfrisser. Een luchtverfrisser. Wil jij daar eentje? Ja. Nou, doe jij voor ons. Ja, het is een Sinterklaaszak, maar we konden nog geen kerstzak vinden. Ik heb een vliegenmapper. In het roze. Yes. In het roze. Helemaal goed. Nou, fijne kerst alvast. Ja, doei. Fijne kerst. Doei. We gaan verder. Kom. Ah, kerst. Wacht, stop.
probeer zoveel mogelijk dingen weg te geven met kerst, zeg maar. Oh, wat lief. Ja, onderop liggen de dingen voor de kinderen. Robbelsteentjes. Waar zit je dan? Hier, een dingetje met spelletje. Een dingetje met spelletje. Dankjewel, fijne kerstdag. Fijne kerst. Oké, en vloggen jullie of dan niet? Hallo. Noortje, wil je iets pakken? Ja. Ja? Nou, die wou je al helemaal. Dat is echt zo handig. Super cool. Wat heb jij? Een t-shirt. Een t-shirt. Die waarschijnlijk over 10 jaar aankomt. Een toetertje. Een bakje. Een bakje. Die is handig. Nou, fijne kerst. Ik moet er gewoon aan denken dat ik 2 opnames moet starten en 2 keer moet scherpstellen. Okay. Wat die jongen er net pakte, dat was letterlijk merch van mijn kanaal. Maar ik kan er waarschijnlijk pas over 11 jaar aan. Kom maar op! Fuck. Dit gaat me lukken, wacht. Huh? Yo, wil je misschien een kerstcadeautje? Ja, mag ik al? Ja, is goed. Fucking. Hier zitten heel veel spullen in. Je mag het pakken. Onderaan zitten de leuke dingen. Ja, rustig. Is goed. Onderaan zitten de... Oh, kijk dat je zeg maar niet valt en zo. Dat is geld. Stacks. Nee, je wilt het niet? Ja. Dat is een baslijn. Wilt u misschien een baslijn? Nee, dankjewel hoor. Mario! Mario! Oh, goed. Ja, er zitten heel veel spulletjes in. Komt goed. Zonnebril? Er zit een zonnebril in als het goed is in witte. Een ei? Dat is een stuiterei. Kijk hier, let op. Ah, waarom is het dan de pieter? Zwarte Piet had nog een zak achtergelaten. Dus, ja, precies. Nou, fijne kerst. Dankjewel, Pietje. Geen probleem. Waar is David? Hallo, we zijn kerstcadeautjes aan het uitdelen. We hebben een zak met allemaal cadeautjes. En mag eens iets uitpakken. Kies maar iets wat je er leuk uit vindt. Dankjewel. Een goede zak. We konden geen kerstcadeautjes. Een ooggrapje. Dankjewel. Geen dank, high five. Fijne kerst nog. We zijn nu onderweg naar de stad en shit, we moeten heel snel fietsen want we zijn te laat om Tycho op te halen. Terwijl Tristan, Sibren en David hun reis voortzetten naar de stad, komt kerst al aardig op gang. Waar is Tychootje? Oké, jongens, we zijn in de stad. Gaan mensen blij maken met kerstcadeaus. Fuck, wat is er? Ik moet gaan. Nee! Kerst kunnen we een andere keer redden. Oké, is goed. We gaan kerst redden. Ik ben nu aan het wachten op iemand. Hij gaat een donatie geven voor de kerstzak. Dus dat. Yo! Ik heb een donatie voor jou. Yo, dankjewel. Dat is echt gewild. Dat is dit. Oké. 3D-brillen. Een mondharmonica. Hey! Hoi! Doe het erin. Ik ga deze heel erg veel missen. Ik snap het. Ik snap je. Ask at it, neef. Ho. Ik ben bijna aangelopen. Hey, neef. Ga gewoon iemand aanspreken. Kom op, Tycho. Ja, rustig. Ik laat ze naar mij toekomen. Oh. Hallo meneer. Wilt u misschien een gratis kerstcadeautje? Ik word gewoon geweigerd. Mevrouw, wilt u misschien een gratis kerstcadeautje? Zeker. Nee, dank je. Jij ook niet? Ik kan deze shit niet aan, Tristan. Ik kan het niet. Willen jullie misschien een gratis kerstcadeautje? Tycho, je brengt. Ik word Meneer. Meneer. Nee, oh, mevrouw, wilt u misschien een gratis kerstcadeautje? Ik heb een zonnebril voor u. We proberen een gratis kerstcadeautje terug te geven, maar niemand wil iets. Geef maar aan kinderen. Ja, maar niemand wil dat. We proberen letterlijk... Ik wil, het moet me gewoon een keertje lukken dat ik iets heb overhandigd. Nee, u mag het ook weer teruggeven aan mij. Ik heb er een heleboel in mijn la liggen. Nee, u mag het weer. Hallo, kan ik jullie blij maken met een cadeautje? Hier. Ja, en dat is voor mij. Ja, mag je hebben? Oh. Ja? Mag ik ook eentje pakken? Ja, pak maar wat. Ja. Top. Bedankt. Ik had echt geroepen iemand die het niet zou willen. Willen jullie een cadeautje? Cadeautje? Ja, dat is. Ja, we moeten van de kerstman. Ja, wacht even. Valt dat niet mee, hè? Oké, we moeten van de kerstman spullen weggeven. En als jullie het niet aannemen, dan wordt de kerstman boos. Dus eigenlijk is het ook. Ja, eigenlijk wel, ja. Dus pak maar gewoon wat en dan krijgen we geen zweepslagen. Nou, ja. Nou, zijn jullie er blij mee? Hartstikke blij. Ja, oké, fijn om te horen. Dankjewel. Ja. Doei. Even de vermomming weer. Dit is echt de
meest grote fuck you naar Tycho ooit. Kom op, Tycho. Kom op, Tycho. Je kan wel kijken of er iets bij zit wat je leuk vindt. Wow, man. Ja, deze wil ik wel. Ja, die SpongeBob? Ja. Oké, okay, sicko mode. Tycho, stop met die shit. Tycho, alsjeblieft. Tycho, alsjeblieft. Tycho, stop. Goedenavond. We proberen zoveel mogelijk gratis kerstspullen weg te geven. Interesse in iets. Ja. Nee, we menen het. We geven... Ja. Ja, ik weet niet. Maar we moeten er echt vanaf. Moet je echt vanaf? Ja, als je al pakt u één ding. Ja? Hebben we wat te doen? En u nog iets misschien? Heel zeker? Ja. Ik ben een zorgcentrum. Ik kan van alles uitdelen. Ja, meent u dat? Dat is echt serieus top. Kijk of er wat leuks is. Bierviltje, bellenblaas. 100 euro, nou dan word je nog rijk ook. Nou, fijne avond nog. En veel plezier met jullie camera's. Doeg. Goedenavond. We proberen kerstcadeaus weg te geven. Weg te... Ik heb geen kerstcadeaus bij me. Nee, maar ik bedoel, we proberen ze weg te geven. Ja, alleen heel veel mensen zeggen nee. En dat is best wel jammer. Maar ik dacht misschien als jullie interesse hebben in iets. Dank je. Zo lekker, Tycho, stom met die... Mag ik wat? Wil jij wat? Ja. Wil jij een cadeautje? Ja, ja, ja. Ja, wil jij iets? Oké. Okay. Ja? Mag ik iets? Ja, tuurlijk. Pak maar wat. Waarom zijn jullie zo, jongens? Ja, er zit van alles in. Fijne avond. Don't forget to hide. Hou op daarmee. Tycho, stop. En zo heeft onze witharige vriend kerst veilig gesteld. Volgens sommigen is hij een verspilling van zuurstof. Maar in mijn ogen is hij een held.